Ik ben leefkrachtambassadeur geworden omdat ik zelf ook al jaren bezig ben met een gezonde levensstijl. En toen dan bij mensen werd gevraagd wie er mee wilde doen als leefkrachtambassadeur, heb ik me direct opgegeven omdat ik het belangrijk vind en leuk vind om anderen daar ook in te enthousiasmeren. Ik heb zelf voldoende leefkracht door voldoende fysiek bezig te zijn. Maar ik zorg er ook heel duidelijk voor dat ik niet te veel overuren werk, dat er een gezonde balans is tussen werk en privé. En dat probeer ik ook in mijn team terug te laten komen. Daarbij zorgen we dat de processen efficiënter lopen. We zorgen dus vooral voor dat er slimmer wordt gewerkt en niet dat er harder of meer wordt gewerkt. Nou, je merkt al heel gauw in zo'n hele drukke werkdag dat het gewoon heel fijn is om even naar buiten te gaan. We zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat onze bila's, dat we die wandelend doen. Het team vindt het hartstikke leuk dat het op die manier gedaan wordt. In het begin was het even wennen, hoe zullen de gesprekken dan zijn? Maar we merken juist dat je hele creatieve en andere gesprekken krijgt. En dat je je ook weer opgeladen voelt door even een half uur naar buiten te zijn geweest. Bij Mensis hechten we veel waarde aan het versterken van de leefkracht van ieder mens. Mensis heeft mindfulness trainingen. Daarmee dragen ze ook bij aan de geestelijke balans. Maar zo zijn er ook watertappunten. Er wordt een fruit uitgedeeld 2 keer per week. Er zijn voldoende attributen waardoor je ook actief bezig kunt zijn op het werk. En Mensis stimuleert bijvoorbeeld ook sportactiviteiten zoals hardloopwedstrijden. Leefkracht is belangrijk voor ieder mens, omdat je dan echt een ingrediënt hebt om gelukkig te zijn. Ik geloof in de balans tussen werk en privé, omdat als je die balans goed hebt, dan ben je ook in staat om thuis meer te genieten. En ik geloof dan ook dat je de dag erop op het werk weer beter in staat bent om te functioneren.